Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een missie uitgevoerd naar het district Sipaliwini. Het doel van deze missie is om de burgers in staat te stellen hun burgerszaken in orde te maken. Vooral met het oog op de aanstaande verkiezingen is dat noodzakelijk. Het doel van het project is om de mensen die in het binnenland wonen zoveel als mogelijk in de gelegenheid te stellen om hun burgerszaken in orde te maken. Bij elke verkiezing wordt er een missie naar het binnenland uitgevoerd. De gebieden van het district Sipaliwini, dus al de dorpen in het district Sipaliwini, Brokopondo, Marowena en ook een deel van Para. Burgers mogen onder andere hun ID-kaart maken en krijgen ook de gelegenheid de kiezerslijst te controleren. De werkzaamheden die we tijdens de missie uitvoeren zijn het maken van ID-kaarten, beschrijvingen, dat zijn mensen die geen geboorteakte hebben, voor toeschrift opmaken van de foutieve akten, verhuizingen en controleren van de kiezerslijsten. Ik ben een boer, want ik ben naar het zuiden, ten naar het zuidoost, ik ben maar nu is ik naar Petina. En ik ben een boer, omdat voedsel en foto naar moeilijk zijn. Plus, dan is de kost van Godrape naar het principe voetang. En Rape, naar Moni. En nu is ik naar makkelijk. Ze zijn heel blij met de komst van ons hier. Waarom? De kosten naar de stad zijn heel hoog. En als je niemand in de stad hebt, dan is het weer een probleem. Dus die mensen zijn heel blij dat we hier zijn gekomen. De volgende stap na deze missie is dat we naar de andere gebieden gaan die we nog niet hebben aangedaan. Dus er is er nog een paar dorpen die we nog niet hebben aangedaan, dus dat gaan we aandoen.